Hallo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wederom uh, een korte update over Shell. En waarom zeg ik wederom? We gaan nu even kijken naar een video uh, waarin ik ook een korte update gaf over Shell. Waarin ik het volgende dus had gezegd. Periode zou zijn voordat we dus weer een breakout op hoog zien. Dus dat was het eigenlijk ook weer van mijn, mijn korte analyse over Shell. Ik wilde gewoon een update geven. Uh, de prijs is nog steeds positief. Ik ben nog steeds positief um, sinds de laatste video over Shell. En de volgende target. Is dus overduidelijk als eerst weer deze 18,70 euro lijn. En daarna zitten we ongeveer tegen de target aan te kijken. Van 20 euro tot aan 21 euro ongeveer. Klinkt goed. Ook aardig wat bold statements die ik daar heb gemaakt. Of nou, bold statements. Uh, aardig wat enthousiaste targets. Dus wat had ik toen in die video allemaal gezegd? Dus, allereerst wil ik gewoon benadrukken uh, dat we voor Shell al positief waren hier op deze bodem. Uh, nou, sindsdien heb ik gewoon telkens korte updates gegeven over de prijs wat je over Shell kan verwachten. Um, deze van het channel heeft zich heel interessant uitgespeeld. Overigens, Want wat ik in de video, waar ik in die video trouwens van uitging, was dat de prijs uh, in een wat rechtere lijn omhoog zou gaan. Nou, dat is dus een situatie die we dus overduidelijk niet hebben gehad. Uh, in plaats daarvan ging hij er gewoon sideways uit. Is in principe ook meer dan prima. En nu zitten we alsnog tegen de, tegen de target aan te kijken. Van, oh, in de video begon ik over 18 euro. Um, daar konden we dus, als we dus um, daarna gaan kijken, konden we daar dus ook uh, inderdaad resistance zien. En dat was een resistance voor. Uh, de laatste pump die we hebben gehad. En die laatste pump en het gevolg daarvan ga ik dus bespreken na de intro. Oké, okay dan Shell. Ik ga dus even weer uitzoomen. Dus uh, het was eigenlijk direct al bevestigd dat we gewoon positief zijn over Shell. En ik wil dus eigenlijk uh, gaan kijken of de vorige analyse nog steeds. In stand is van: Gaan we nog steeds een positieve prijs verwachten? Oh, ik zou mijn hoofd even hier naartoe gaan verslepen. Ja, perfect. Dus um, wat kunnen we dus nu verwachten voor Shell? Nou, kort gezegd, um, had ik niet verwacht dat de prijs op deze manier um, zou gaan stijgen. Dus laat ik dat gewoon, daar gewoon even direct eerlijk over zijn. Ik dacht dat we direct in een veel uh, rechtere manier uh, deze 18 euro zouden gaan bereiken en dat we vanaf daar dus omhoog gaan kopen. Maar wat we dus nu hebben gezien, is dus potentieel veel beter voor de prijs. Want wat hebben we nu opgebouwd? We hebben hier. En dan moet ik even de brush pakken. We hebben hier in deze zone. hebben we dus gewoon een nieuwe accumulatiezone gecreëerd. En dat betekent dus dat dit de plek is. waar veel investeerders uh, belang hadden in Shell. Dus hier was. dit was het punt hier in deze prijs. Dus de prijsrange van 15 en 18 euro. was dus eigenlijk de zone. waarin. Um, Oude investeerders eruit zijn gegaan, nieuwe erin zijn gekomen, heel veel shell is vergaat. Hier zagen we in principe hetzelfde uh, voor de grote dump. Um, want hier was het punt waarbij de mensen, nou, zodra ze de kans hadden om shell te verkopen, is dat dus ook gebeurd. En hier zien we dit dus het omgekeer. dus omgekeerd. Zodra ze de kans hadden om shell te kopen, um, is dat dus ook gebeurd? Dus deze support area hier, die ik toen had getekend, die van uh, 15,17 euro 17, tot aan 15,67 euro uh, 67 ongeveer, um, is dus enorm belangrijk gebleken voor Shell. En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt als we de VPVR aanzetten. En dan zien we dus nu ook, uh, dan zien we dus nu ook gewoon een enorme volume, enorme volume op dit punt in prijs. Dus dat is super bullish, dat is enorm bullish voor Shell. En we kunnen dus nu ook zien overigens dat de VPVR hier uh, nu gewoon enorm um, dun is. Het is dus gewoon hartstikke dun en dat betekent dus eigenlijk, voor degenen die niet bekend zijn met de VPVR, dit meet dus volume. En volume betekent dus eigenlijk gewoon aantal gehandelde, gehandelde aandelen, of crypto in dit geval aandelen, op een bepaalde prijs. En daar Ontstaat zo'n cluster. Nou, dit kan je dus ook direct vertalen. Het kan je direct gaan vertalen naar support en resistance. Dus wat betekent als je zo'n grote cluster ziet? Dat betekent dat er heel veel support of heel veel resistance is opgebouwd. Nou, wat er dus gebeurt bij zo'n. Uh, wanneer je dus een kleine cluster hebt, zoals hier, waarbij de. Um, waarbij, je kan het ook zien als een orderboek, waarbij de orderboek dus heel dun is. Um, dat betekent dus dat er gewoon enorm veel ruimte is om te stijgen. Um, dus wat betekent dit dus voor de prijs van Shell, als we dus nu een padje gaan tekenen? Um, misschien zien we een kleine correctie, RSI is hoog, maar dat hoeft in principe niet heel veel te betekenen. Misschien gaat hij ook sideways. Um, in een meest um, traditionele of bullish scenario zou ik dus zeggen van, misschien een kleine correctie en daarna gaan we dus weer omhoog. En dan is de eerstvolgende target, oh, nu ook uitkomen, is het eigenlijk de eerstvolgende target. Zit dus hier op uh, wat is dit? 23 euro ongeveer. En we kunnen ook dus zien dat het gewoon perfect uitkomt. Want als we hier dus een horizontale lijn gaan tekenen, dan uh, komt het dus ook eigenlijk perfect uit op deze resistance hier. Ik zou de vp even uitzetten. Um, deze support hier moest ik zeggen: trouwens geen resistance. Maar um, we zouden die niet nodig in deze video. Dus waarom is dit een belangrijke support? We zagen hier deze initiële daling, We vond hier de support. Daarna kleine consolidatie gevormd in de vorm vo van een descending triangle. En dat betekent dus dat de, dat de prijs uh, telkens terugkomt naar een bepaalde support. En dus de vaker support wordt aangeraakt, um, dus des te zwakker die wordt. Dus dit was het punt waar je, waarbij je support is gevormd. En dat was ook geen toeval. En als we terug gaan in het verleden, was het hier ook support. Hier was het resistance, hier was het resistance. Dus we zien dus ook gewoon... Um, en wederom, als we VPVR uitzetten, we zien we dus ook gewoon... dat zodra de prijs de 23 euro raakt... dat we dus ook gewoon extreem veel resistance kunnen verwachten. Want alles tot aan hier is dus gewoon opgebouwde resistance. Dus het is best wel een klus voor Shell om uh, boven de prijs van 23... of in ieder geval boven de prijs van 26 euro uit te komen. Maar ik denk dat het voor Shell op dit punt in de tijd enorm makkelijk is om naar 23 euro te komen. Dus gewoon, ik kan het gewoon redelijk kort houden, ik kan het gewoon oprecht kort op houden. Kortom, kortom um, accumulatieperiode is opgebouwd, zoals we kunnen zien aan de uh, VPVR, is dus gewoon enorm belangrijke support bevestigd. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat die support breekt op korte termijn. En het lijkt me dus extreem waarschijnlijk dat de prijs relatief makkelijk naar de 23 euro zou gaan. Dus ja, dat is wel eigenlijk alles wat ik gezegd wilde hebben over Shell. Uh, vond jij dit nou een nuttige video? Vergeet dan niet een like achter te laten. Laat me in de comments weten wat je ervan vindt. Of geef aan van welke crypto of aandelen jij graag een analyse wil zien. Voor meer van deze video's graag abonneren en dan tot de volgende.